Hallo, ik ben Lonneke van Dassler. Ik ben te gast in deze aflevering van Hier is AMC. Hey, hallo, Marcel van der Kwast hier. Fijn dat je luistert naar alweer een nieuwe aflevering van mijn podcast Hier is AMC. Je gaat luisteren naar een aflevering van de Employer Branding Summit Specials 2023. Deze serie maak ik samen met Recruiters United. In november 2023 organiseerde Recruiters United zoals elk jaar de Employer Branding Summit. En ik mocht weer de podcaster van dienst zijn. Drie keynote-sprekers zijn op deze dag bij mij achter de microfoon aangeschoven. En daar praten we nog even verder over hun onderwerp. Als je erbij was op die dag, is het een mooie aanvulling. Was je er niet bij, krijg je toch nog iets mee van het evenement. Het thema van het evenement was dit jaar de Human Deal. We richten ons op de relatie tussen werkgever en werknemer. Nog nooit was het centraal stellen van de kandidaat en de medewerker zo belangrijk als nu. En dan kun je als werkgever onderscheiden door een persoonlijke connectie te maken. Daar ga ik met drie compleet verschillende sprekers over praten. Mijn gast in deze aflevering is geluksgoeroe Lonneke van Dassler. Voor alle afleveringen in deze serie kun je kijken op recruitersunited.com of op hierisamc.nl. Veel plezier met deze aflevering en alvast bedankt voor het luisteren. Mijn tweede gast van vandaag is Lonneke van Dassler. Welkom, Lonneke. Dankjewel. Leuk dat je even bij mij aanschuift. Ja. Niet na je keynote, maar jij moet er nog voor. Dus ja. Je moet eerst je verhaal hier eventjes droog bij mij oefenen. En daarna mag je lekker los op het podium. Dus dat is mooi. Hebben drie kwartier, ja. Precies. Jij noemt jezelf geluksgoeroe. En vanmiddag ga jij de mensen hier op de Employer Branding Summit een spoedcursus geluk geven. Zo staat er in de uitnodiging of in het programma. Jij weet hierin neurowetenschappelijke inzichten op een heldere en humoristische manier over te brengen. Zo laat ze, staat er in het programma, haar publiek nog gelukkiger achter dan ze kwamen. Nou, dat is mooi voor al die mensen die vanmiddag nog naar je toe gaan. Dat belooft veel goeds. Wij gaan nu eerst even kort over het onderwerp praten. Maar eerst even een fatsoenlijke introductie van jezelf, want die heb ik natuurlijk nog niet gegeven. Kan je vertellen eens kort, wie ben je, wat doe je en hoe is het allemaal zo gekomen? Ja, ik ben dus Lonneke van Dassler. Ooit heb ik facility management gestudeerd. Daarna ging ik een management trainee traject in. Daarna werd ik rayonmanager in de schoonmaakbranche. En toen ik ongeveer 27 jaar was en eigenlijk alles wel op orde had, hè, auto van de zaak, laptop van de zaak, alles wat je op die leeftijd hebben wil, toen kreeg ik mijn burn-out. Oh. Ja, en dat was achteraf gezien, in die periode is nooit lekker, maar dat was achteraf gezien het beste wat me is overkomen. Oké. Okay. Ja. En toen ben ik het roer om gaan gooien. Dan zeggen ze, zoek een andere baan, ga niet jobhoppen. Nou, dat heb ik wel gedaan. Ik ben een jaar lang iedere keer 3 maanden ergens aangeschoven om te kijken van, nou, wat wil ik nou eigenlijk? Dat wist ik op dat moment echt niet meer. En uiteindelijk kwam ik terecht bij een congres- en organisatiebureau. Die deed het management van spreker Paul Smit. En ik ging met hem mee als zijn assistent. Ik zag hem dat doen 300 keer in een jaar. En toen dacht ik op een gegeven moment, hey, dat kan ik ook. Nou, okay, en zodoende. Okay, precies. Dus en toen ben jij gewoon helemaal eigenlijk spreker geworden. Toen ben ik naar de KVK okay. gegaan en heb ik gezegd, ik ben spreker. Ja. En over die zoektocht ernaartoe. Je zegt, ik heb een aantal baanden voor 3 maanden gedaan. Ja. Oh, wat leuk. Dat zou ik ook wel willen doen. Wat heb je allemaal gedaan? Ik heb ook nog recruitment gedaan, okay. 3 maanden. Ja. Gewoon om te proberen, wat is er? Ja, nou ja, het sprak me allemaal aan. Dat is een beetje, ik ben soms wel een beetje generalist. Ik heb wel meerdere interessegebieden en het sprak me allemaal aan. Dus dan ging ik er vol enthousiasme in. En dan zat ik erin en dacht ik, ja, dit is het toch niet helemaal voor mij. Ja, dan moet je toch weer wat anders. En hoeveel plekken heb je op die manier uitgetest? 3. Dus okay. 3 keer 3 maanden. En dan iedere keer even zo'n tussenperiode, nou ja. En was het 2 keer echt helemaal niks? Of was het eigenlijk... Het was 3 keer helemaal niks. Oké, 3 keer helemaal niks. Okay. En daarna kwam ik bij dat... Maar van tevoren dacht je wel van, dat lijkt me wel wat. Ja. In de praktijk, okay. Ja. Ja, je leest een vacature tekst, je wordt enthousiast en dan ga je ervoor. Ja, ik moet je eerlijk zeggen, ik heb ook wel zo'n lijstje in mijn hoofd van beroepen waarvan je denkt, dat zou ik wel eens een tijdje willen doen. Waarvan ik wel denk, na een tijdje bezig ook wel weer zat. Maar, maar goed, als ik dit zo hoor, misschien moet ik gewoon een keer gaan beginnen aan het lijstje. Maar goed, we gaan het niet over mij hebben, we gaan het over jou hebben. Misschien stel ik je een onmogelijke vraag, maar doe eens heel kort ik zou bijna zeggen, de 5 minuten samenvatting van wat jij vanmiddag op podium voor de spoedcursus geluk gaat geven aan mensen. Waar moet ik dan aan denken? Ja, het heet niet voor niets een spoedcursus, dus hij zou ook in 5 minuten kunnen. Maar eigenlijk wat ik meegeef aan mijn publiek is minder stress, meer geluk, meer veerkracht. En daar geef ik echt praktische handvatten voor. Dus minder stress geef ik echt aan van, let goed op bij jezelf. Hè, of je voldoende beweegt, voldoende slaapt, voldoende goed eet. En dat zijn allemaal
open deuren en we weten het wel, maar de manier waarop ik het breng, met zoveel humor, met zoveel interactie, maakt dat het ook gewoon landt en binnenkomt. En je gewoon weer echt even met je neus op de feiten gedrukt wordt. Ja. Nou, meer geluk is dan bepaal voor jezelf, wat zijn je kernwaardes? Want organisaties hebben ze vaak. Kernwaardes die zeggen wat ze belangrijk vinden en waar ze naartoe willen. Maar zelf hebben we ze vaak niet. En dat is misschien omdat we denken dat we daarvoor in stilte retretten moeten, 3 dagen op een hutje op de hei. Dat hoeft echt niet. Tegenwoordig kan je gewoon een lijstje googlen, kernwaarden, en gaan omcirkelen en afstrepen tot je er 3 hebt. Maar die kernwaardes, die gaan je wel helpen met het maken van keuzes die jouw geluksgevoel vergroten. Dan pas weet je wat voor jou belangrijk is. En hoe, want dat klinkt heel makkelijk, je eigen kernwaardes. Maar ik moet je eerlijk zeggen, ja, ik weet ook niet of ik ze scherp heb. Maar hoe ga je dat ontdekken bij jezelf? Want uiteindelijk zo'n lijstje, dat helpt. Ja. Maar dan nog moet jij gaan bepalen wat je... Want jij hebt het over geluk. Mm-hmm. Is dat gewoon geluk in het algemeen? Of heb je het ergens over... Moet je het altijd met je werk relateren? Of gaat het echt over de kernwaarden van jou als mens dan? Of moet je eigenlijk je werkende mens eruit halen? Goeie vraag. Ik word heel vaak gevraagd of het over werkgeluk gaat. Maar ik geloof dat een gelukkig mens dus keuzes maakt die hem of haar gelukkig maken. En ook op werkgebied. Ja. Dus op werk, je weet op een gegeven moment wat je zelf belangrijk vindt, wat je nodig hebt. Als je er dan achter komt dat jij op een functie zit of in een bedrijf zit waar dat totaal indruist tegen jouw kernwaardes, dan kun je daar wat aan doen. Ja. En dat vind ik een stukje verantwoordelijkheid ook van de werknemer. Ja, ja, en naar jezelf om die kernwaarden überhaupt te hebben. Want en wil je zeggen waar je voor jezelf op uitgekomen bent? Wat bleken jouw kernwaarden te zijn? Liefde, eigenheid en succes. Oké. Okay. Ja, en het is grappig hoor, want als ik mensen het lijstje geef, ik heb zo'n tool daarvoor en dan krijgen ze zo'n mooi lijstje voor hun hoofd en zeggen ze, oh, het lijkt allemaal zo op elkaar en we kunnen niet kiezen. En dat klopt, hè, het lijkt heel veel op elkaar en dan pak je gewoon degene die jou het meest aanspreekt. En dat komt ook in mijn keynote naar voren. Je onderbuikgevoel is echt een goede raadgever. Jouw onbewuste brein die verwerkt zoveel onbewust. Daar hoef je niets voor te doen. Dus jij weet wel welk woord jou het meest aanspreekt. Ja. En daar moet je op een gegeven moment voor gaan. En eigenlijk geef je dat onderbuikgevoel, daar geef je wat richting aan. Of tenminste, dat ga je iets meer benoemen dan dat je het maar op dat ondefinieerbare onderbuikgevoel, mijn gevoel zegt. Dat probeer je nu iets meer in die kernwaarde te... Ja. Ja, precies. Nou ja, kijk, het is natuurlijk... Er zullen mensen ook heel flauw over doen van, ja, liefde, hallo, dat is makkelijk. Maar het is uit zo'n lijst kiezen welke 3 blijven erover. Daar gaat het natuurlijk om. En het is ook je eigen definitie die je eraan geeft. Want voor mij, liefde die bovenaan staat, is niet alleen liefde voor mijn man of voor mijn kinderen. Maar ook liefde voor de dingen die ik doe. Liefde voor wat ik allemaal al binnen handbereik heb liggen. Ja. Liefde voor mijn familie, voor mijn vrienden, voor het zonnetje dat schijnt. Gewoon echt liefde naar de wereld toe eigenlijk. En kunnen mensen dat makkelijk zelf? Of moet je ze daar heel erg bij helpen om die kernwaarden te kiezen? Want organisaties moet je helpen. Ik kan ze daar helemaal niet bij helpen. Nou, nee. Ik kan me voorstellen dat je dat bij het kiezen, dat je ze wel heel erg zou moeten of kunnen helpen. Want zet iedereen voor zo'n lijstje neer en... Ik denk in organisaties waar de hulp nodig is omdat men misschien verschillende kernwaardes heeft en dat je gaat zoeken naar de gemeenschappelijke drager. Ja. Maar als het gaat om jouw individuele kernwaardes, ja, dan is de enige die daar echt grip op heeft, ben jij zelf. Ja, mee eens. Maar om erover te gaan praten, zeg maar, kan ik me voorstellen dat je daar wel af en toe een klein beetje een duwtje bij nodig hebt. Maar... Ja, en dat probeer ik dus met humor op het podium aan te stippen bij mensen, dat ze wel naar de hand zeggen van, hey, wat zijn eigenlijk jouw kernwaardes en wat zijn die van jou? Dat je tijdens de borrel bij wijze van het er nog over hebt. Ja, precies. Maar goed, ik onderbrak je bij de tweede, want de kernwaarde die hoorde bij jou. Ja, kernwaarde geluk. En de laatste is meer veerkracht. Dus we zijn heel erg geneigd om snel te denken, zodra je denkt, dat ben ik, denk je, ben ik wel goed genoeg? En ik moet alles onder controle houden. Dat zijn eigenlijk de grootste 2 muppets in ons hoofd. En die zorgen ervoor dat je continu piekergedachten hebt op een dag. Nou, ik weet niet of je weet hoeveel gedachten we ongeveer hebben op een dag? Nee. 30.000 tot 60.000. Okay. Hoeveel procent daarvan is enigszins nuttig? 5. Okay. Dus er zijn zoveel gedachten. 95% is gewoon nutteloos. En als je dat doorziet,
En dat probeer ik met het stukje veerkracht in mijn keynote. Als je dat doorziet en de humor ervan inziet, ja, dan helpt het je direct relativeren. Ja, ja, precies. Dus ergens in dat 1, 2, 3'tje wat jij noemt, is dit de kant van, hoe noemden ze dat? In de veerkracht. Ja, precies. En ook hier ga je met name ook een beetje die neurowetenschap erbij halen. Van ja. Hoe werkt het eigenlijk in, ja, mijn brein? Dus met die drie. Oké, okay, nou helder. Dat is dan toch de 5 minuten samenvatting. Heel knap dat je dat gelukt is. Nou zitten we hier vandaag op de Employer Branding Summit, weet je. En als ik dat heel simpel, dan is het het bij elkaar brengen van aan de ene kant werkgevers en aan de andere kant werknemers. Jij zit heel erg aan die werknemerskant. Als je eens probeert iets uit te zoomen en naar die werkgevers kijkt, hè? Want als je nu naar de arbeidsmarkt kijkt, dan is de macht ligt bij de werknemer. Heel plat gezegd, iemand kan kiezen waar die gaat werken. Ja. Dat is even. Hij is natuurlijk gechargeerd, want het is in lang niet alle gevallen is het even makkelijk, maar er zijn meer mensen dan dat er vacatures zijn. Er zijn meer vacatures dan dat er mensen zijn. Dus de mensen kunnen kiezen. Ja. Wat moeten we nou als werkgever doen? Ga ik even bewust aan die andere kant hangen. Om, nou ja, eigenlijk dat geluk bij die mensen te kunnen bieden. Wat voor rol kan een werkgever daarin hebben? Nou, ik denk dat een hele belangrijke daarin zit. Niet eens per se in de vacatureteksten. Want net wat je zegt, genoeg vacatures, het spreekt men aan of niet. Maar ook in het sollicitatiegesprek. Het sollicitatiegesprek is eigenlijk een verkoopgesprek. Een werkgever probeert zich te verkopen, een werknemer probeert zich te verkopen. Alleen als je als werkgever nou eens vraagt naar de kernwaarden van de werknemer en je vraagt wat de werknemer verwacht en je gaat vertalen van kan ik dat eigenlijk wel bieden? Ik denk dat je dan een beetje dat gat dicht ook. Ja. Van hey, ben je echt een goede match? Ja. Ja, en dan is het altijd, jij noemde net ook al, weet je, het werkgeluk. Hoe realistisch moeten we daarin zijn? Even heel plat gezegd, hoe gelukkig kan iemand zijn op zijn werk? Want ergens wordt het ook, ja, weet je, het is uiteindelijk ook gewoon werk. Dus je hebt echt niet 24 uur per dag dat je juichend door de straat loopt, weet je. Want nee, dat heb je niet. Tenminste, ja, er zullen mensen zijn die zeggen dat ze dat wel hebben, maar dat lukt niet altijd met werk. Nee, werk. Iedere functie heeft eigenlijk zoveel facetten. Dus eigenlijk binnen een functie mag je er bijna van uitgaan dat je sommige dingen niet leuk vindt. Ja. Dat sommige dingen per definitie jou ongelukkig maken. Ja. Als je dat maar weet, maar je maakt aan het eind van de dag de balans op en het is nog steeds het grotendeel wat jou gelukkig maakt. En het maakt je niet op de lange termijn ongelukkig of het laat je niet leeglopen qua energie, dan ben je eigenlijk goed bezig. En nou, dat staat en valt dan weer echt, vind ik, met die werknemer van hey, wat vindt die belangrijk en die werkgever kan ik dat ook echt bieden. Ja. Ik heb bijvoorbeeld een vriendin die zit nu bij een werkgever. Zij heeft van tevoren aangegeven, ik heb hybride werken echt nodig voor mijn werk-privé-balans voor mijn dochter. En die werkgever zei, ja, natuurlijk, dat is het nieuwe werken. Dat gaan we gewoon mogelijk maken. En nu wordt er van haar verwacht dat ze dagen naar kantoor komt. Ja. Dat ze bij wijze van op tijd er is. Dan denk ik van, hé, daar gaat iets mis. Ja. Ja, dat is precies. Daar gaat echt iets mis in de zin van afspraken maken met elkaar. Wat ja, die niet zo blijken te zijn. Dus dat is per definitie niet goed. Nee, ik denk eerlijkheid is heel belangrijk. En echt van elkaar vragen van wat verwacht je van elkaar? Ja, ja, en ik denk ook juist als het even naar employer branding trekken. Want ergens is natuurlijk altijd de vacature tekst. En zoals jij terecht aangeeft, ook in de gesprekken daarna 100% mee eens. Ja. Alleen zie mensen daar ook maar eens te krijgen. Kijk, ik ja, vind het belangrijk ook bij employer branding is niet zoveel mogelijk kandidaten. Nee, de mensen die niet geschikt zijn of die niet bij jou passen, ja, die moet je dat vooral ook duidelijk maken. En daar denk ik in combinatie met jouw kernwaarden, de persoonlijke kernwaarden zoals jij ze omschrijft, ik denk dat dat heel belangrijk is. Ja. Dat je dus als organisatie ervoor moet zorgen dat je ook wel duidelijk maakt waar je voor staat. Ja. Voordat mensen überhaupt gaan solliciteren. Wat heb je daarvan gemerkt bij jouw eigen zoektocht? waren er partijen die daar echt van tevoren jou een heel duidelijk beeld gaven waar ze voor stonden? Ja, ja, en daar ben ik ook wel verbaasd over dan als je er wat langer in de organisatie zit. Dat je denkt, hé, hey, dit klinkt als een van je kernwaarden op papier, maar in de praktijk valt die toch anders uit. Ja. En dat is natuurlijk, dan zou eigenlijk zo'n organisatie terug naar de tekentafel moeten van, oké, wat zijn nou de kernwaarden? En volgens mij is dat ook een van de breakout sessies vandaag. De kernwaarden van de organisatie waar wij voor staan en die wij echt willen uitdragen. Ik denk als je die goed definieert en dat matcht of overlapt met de kernwaarden van je potentiële werknemer, dan ben je alweer een stap verder. Ja, precies. Dus daar zit dan de brug naar employer branding voor vandaag. Ja. Zorg dat je ze weet als organisatie, ja, en ga dan kijken. Ga ze dan vooral ook vertellen. Ja.
En niet meer dan 3. Heel goed. Ja. Maar daarvoor moet je mijn keynote zien. Niet meer dan 3, heel goed. Nou ja, ik ga vanmiddag in de zaal zitten bij je. Nog één vraag over geluk, hè? Ik zoom een beetje uit. Maar als je gaat kijken nu naar de mensen en werken en de banen en misschien ook wel naar de jongere generaties. Hoe gelukkig zijn we met z'n allen? En dan heb ik het wel een beetje over de werkfocus, omdat we hier vandaag zitten. Maar is het zo dat iedereen focust zich nu natuurlijk heel erg op de Gen Z, weet je? En dan is het... Ik heb het idee dat de burn-out die jij zelf omschrijft, dat die vaker voorkomt dan vroeger. Hoe komt dat? Maar die vraag is heel groot. Maar hoe kan jij die relateren aan hoe mensen met hun werk omgaan? Ja, moeilijke vraag. Nou, verwachten we te veel van werk? Of laten de werkgevers ook echt wel iets liggen daarin? Of... Nee, ik denk dat je hem bij die eerste te pakken hebt. Ik denk dat die generatie te veel van het werk verwacht. En ik vind echt dat je ook als persoon, je hebt je eigen geluk in handen. Je kan alleen maar burn-out raken als je dus op een plek zit of in een rol zit waar jij niet hoort te zitten eigenlijk. Ja. Als je te veel werkdruk ervaart, als je iets doet wat niet bij je past, als je leegloopt qua energie. En jouw werkgever of jouw leidinggevende, die kan dat niet zien aan de buitenkant. Nee. Zeker niet als jij ook nog eens een vrolijke lach opzet en gewoon binnenkomt huppelen iedere maandag. Ja, dan denkt jouw werkgever, het zal wel goed gaan met die persoon. Ja. Dus daar zit echt wel... Ja, niemand kan van jou van binnen kijken. Nee, nou, dat is mooi, hè? Want dan benoem je bijna letterlijk het thema van de dag van vandaag, de human deal. Ja. En jouw kant van het verhaal, want dat is het grappige met de 3 keynotes van vandaag, allemaal van een eigen kant. Jouw kant gaat heel erg ook over de verantwoordelijkheid die je daar dus als werknemer, als medewerker, die je daar ook voor jezelf hebt. Ja. Want het is makkelijk. En dat moet ook. Je kunt voor een deel ook naar je werkgever kijken, die heeft er een rol in. Maar wat ik mooi vind aan jouw verhaal is dat je letterlijk het 1, 2, 3'tje van de verantwoordelijkheid geeft. Ja. Die je daar als medewerker voor neemt. Voor jezelf ook vooral. En uiteindelijk is dat part of the human deal. Maar goed, dan lijkt hij bijna ingestudeerd. Dat heb ik. Ja, mooi. Oké, helder verhaal, hartstikke leuk. Als mensen, want je hebt nu natuurlijk, vanmiddag ga je die spoedcursus geven. Als mensen meer over jou willen weten, dan waar kunnen ze dan naartoe gaan? LonnekeVanDassler.nl. Daar staat alles op wat ze voor jou kunnen geven. En daar heb je ook een magazine op staan volgens mij. Ja, er staat een teaser, er staat tekst. En ik heb onderaan de website een magazine om te downloaden. Geen e-mailadressen, geen haakjes, geen oogjes. Gewoon een magazine, gewoon downloaden. En dan staan er nog wat tips om extra gelukkig te worden. Oké, en jij gaat... heb je nog meer plannen voor nog meer banen gaan bekijken in 3 maanden? Of is dit wel... heb je het echt wel gevonden? Nee. Ik heb hem echt gevonden nu. Ik sta vol geluk op het podium. Ga ik volgend jaar ook weer doen. Misschien dat ik volgend jaar zelfs wel een boekje schrijf erover. Dus er zit genoeg in de pijplijn. Maar ik blijf lekker doen waar ik gelukkig van word. En... dus bij deze, als mensen meer van je willen weten, kunnen ze daar naartoe. Ja. Heb jij nog 1 afsluitende tip die je voor vanmiddag ook nog op het podium waar je mensen mee achterlaat? Die je nu alvast, of je zei net, we zitten voor jouw bespreking en de mensen hier horen nog niet, dus ik kan wat spoilers geven. Nou, ik geef je nu de ruimte voor die 2 spoilers die het nog extra leuk maken. Nou, ik zal er 1 geven. Het wondermiddel voor een gelukkiger leven, relaxter en beter kunnen relativeren. Dat is maar 1 en dat is humor. En dat hebben we soms te weinig in het leven, maar dat helpt ons echt direct. Dus als je echt een beetje een Blue Monday hebt in januari straks, dan zet je gewoon een goede comedy-serie op. En dan voel je je direct gelukkiger. Ja, en op het werk, humor, hoe kunnen we dat... Ook met alles. Ja, humor relativeert, humor die maakt alles lichter. Ja. Ja, we moeten onszelf ook niet zo serieus nemen. Heel goed. Vind ik een mooie afsluiting. Dankjewel dat je nog even bij mij aan tafel wilde komen. Heel veel succes vanmiddag op het podium. Dankjewel. En ik blijf je volgen. Dank je. Tot zover deze aflevering. We hebben een serie gemaakt van 3 afleveringen met verschillende sprekers van de Employer Branding Summit van dit jaar. Luister ze allemaal voor een indruk van de dag. Je vindt alle afleveringen op recruitersunited.com en op hierisamc.nl. En natuurlijk op alle plekken waar jij je podcast luistert. Zo, die komt er niet uit. En natuurlijk op alle plekken waar jij je podcast luistert. Bedankt voor het luisteren en tot een volgende keer.